Goedemiddag, collega's. Het Vlaamse inburgeringsbeleid is ondertussen een flinke puber van 16 jaar. Het is een beetje symbolisch, de cirkel is bijna rond. Het was minister-president Somers samen met de eerste functioneel bevoegde minister, Marino Keulen, die 1 april 2004 het eerste inburgeringstraject boven de doopvont hielden. De cirkel is bijna rond, dus symbolisch. Zij kunnen de flinke puber nu begeleiden naar een nieuwe levensfase. Een volwaardig, volwassen Vlaams inburgeringsbeleid met een nieuwe doelgroep en inhoud. Het is er nog niet over gegaan, maar ik maak graag van de gelegenheid misbruik om toch te zeggen dat in het regeerakkoord, bijzonder goed, zeker op dit stuk, dat daar een heel nieuw traject, een inburgering 2.0, op poten staat. Nederlands primordiaal, uiteraard kansen op werk. Iedere nieuwkomer wordt naar een arbeidsperspectief beleid geleid door de VDAB. Maar een volwaardige nieuwe poot, naast het traject maatschappelijke oriëntatie, een maatschappelijke stage van 40 uur. Een buddyproject, een stage bij een organisatie, een bedrijf of een vereniging op maat van de nieuwkomer. Uit heel dat regeerakkoord spreekt een ambitie om iedere nieuwkomer bij de hand te nemen, bij de arm te nemen en mee te helpen zoeken naar een plaats in onze Vlaamse samenleving. Een huizenhoge ambitie, want een traject op maat van iedere inburgeraar, een traject dat efficiënter gaat worden, effectiever gaat worden, resultaatsgericht, digitaal, verschillende niveaus, inburgering 2.0. Het hoeft geen betoog, uiteraard, dat heel dat traject moet uitgerold worden door een performant agentschap. Het gaat heel breed, duizenden, tienduizenden inburgeraars in heel Vlaanderen vergt een performante overheid. Maar daartegenover, tegenover die huizenhoge ambitie, staat een iets mindere ambitieuze realiteit. Nieuwkomers die het in Vlaanderen moeilijk hebben om een dak boven hun hoofd te vinden. 35% kinderen van nieuwkomers die achterstand oplopen in het lager onderwijs. Tot 40% dat er niet in slaagt om het secundair onderwijs te verlaten met een diploma. 40%. Hallucinante cijfers. Dus wat baat de politieke retoriek en afrekeningen als er op het einde van de rit maar één kind van de rekening is. En die politieke afrekening die men maakt, brengt niet veel zoden aan de dijk. We hebben het rapport van het Rekenhof een half uur geleden binnengekregen. Er is een audit door het agentschap Binnenlands Bestuur. En zoals dat hoort in de democratie, komt het Rekenhof rekenschap afleggen aan het parlement. Dus we zullen daar ongetwijfeld met de voorzitter van de commissie afspraken kunnen maken over op welke manier we dat debat, dat onderzoek van het Rekenhof kunnen bespreken in de commissie. Maar we mogen niet vergeten, als we dat debat voeren, dat we het dan ook hebben over 700 mensen die daar dagelijks het beste van zichzelf geven. 700 mensen waarvan de minister terecht zegt dat ze in de maatschappelijke frontlinie staan. 700 mensen die, daar mogen we niet aan twijfelen, dat met de beste bedoelingen en naar best vermogen hebben gedaan. Wil dat zeggen dat we dat onder de mat moeten vegen? Nee, absoluut niet. We moeten die fouten en dat verleden in de ogen kijken. Dat is nuttig en nodig. We moeten dat niet onder de mat vegen. Maar we moeten verantwoording afleggen aan die mensen, aan de samenleving en aan onszelf als parlement. Dat we dat op een ordentelijke manier doen, maar dat we dat vooral ook doen met oog voor de toekomst. Dat we lessen trekken uit het verleden en dat we vooral daaruit leren om te kijken hoe het beter kan voor de toekomst. En dat is nu het belangrijkste punt. En daar hebben we het in de commissie al enkele keren over gehad. En daar kijken we uit naar de plannen van de minister. Want dat is de essentiële vraag. Hoe gaan we goed en snel uitvoering geven aan het regeerakkoord? Hoe gaan we dat ambitieuze beleid, hoe gaan we dat op poten zetten? En vooral, hoe gaan we daar een agentschap voor bouwen dat goed bestuurd is, dat zelf goed kan aansturen en dat dat beleid mee vorm en ruggengraat kan geven in heel Vlaanderen? En om af te sluiten, misschien mevrouw Goeman, ik ben ook historica, maar een mooi citaat van Mulisch. Politiek is vloeibare geschiedenis, maar geschiedenis is gestolde politiek. Thank you.